Koen, hoe gaan jullie om met dit soort rentepercentages? Waar kijk je dan naar als het gaat om het wegzetten van vermogen? Nou ja, het blijft natuurlijk verschrikkelijk moeilijk. Met deze lage rentes krijg je eigenlijk niet de vergoeding die je wil hebben voor het risico dat je loopt. Aan de andere kant hebben we een hele belangrijke les die we kunnen leren uit Japan. Want daar zien we de rente al heel veel langer, heel veel lager. En hoe laag de rente nu ook is, blijkbaar kan die rente dus nog steeds lager. En is er dus ook in obligaties toch nog steeds wel geld. Maar waar kiezen jullie dan voor? Kiezen jullie dan ook voor obligaties? Ja, we hebben in onze portefeuilles, het obligatiegedeelte, hebben we een mix van bedrijfsobligaties, van staatsobligaties. Niet alleen in de eurozone, maar ook in andere valuta's. En daarmee zien we dat ook dit jaar er toch redelijk wat van onze obligatiebeleggingen toch een redelijke plus laten zien. Ja, sterker nog, obligaties hebben, als je de lange looptijden had, hebben plus 20% gemaakt tot nu toe. Aandelen zitten in de min.